Sean, ik zag dat je live tijdens de live opnames van Dr. Jordan ook dat je behoorlijk wat effecten bij hebt. Ja. Voor een bassist zou ik bijna moeten zeggen. wat gebruik je zo? Ik gebruik die bekende OC2 vaak. Dat is een octave pedal van Boss. Ik heb ook een solid gold overdrive. Dat heet de, hoe heet het nou? Beta Germanium. En ik heb een Bass IQ van EBS. En dat is een envelope filter. En dan heb ik deze, een oude DOD Bifet preamp. FX10. En dat is, dat gebruik ik vaak met, als een soort, soort van preamp. Ja. Om, soms, ja, soms gebruik je een versterker van gehuurde installatie, weet je. Ja. En dan soms is het fijn om een extra toonregeling mogelijkheid te hebben voor de bas. Ja. En dan zie ik daar verder nog... Dat oh, en dan heb ik gewoon... Dit is gewoon de een soort kleine mengpedaal voor als ik de synthbas moet spelen. Dan kan ik ze allebei in één versterker stoppen. Oké. Okay. Ja. Ja. Even over die, laten we eens even aflopen, die OC2 die je mm-hmm. hebt staan. Mm-hmm. Kun je die eens laten horen? Ja. Oké. Nou hoor ik dat hij eigenlijk al ook al een klein beetje een randje geeft, behalve dat hij dan echt een, volgens mij... Maar een heel klein beetje van het octaaf. Ja, ik heb hem nu in het midden. Dus je hebt niet alleen... Je hebt ook gewoon de direct... Of je hebt gewoon de gewoon. Gewone basgitaar. En dan heb je nu ook een beetje octaaf. Maar als je hem volgens mij die kant op helemaal zet, dan heb je alleen... Dat is dan, dat is een, elke bassist gebruikt deze. Het is het nog steeds de mooiste octaaf geluid. Ja, hij doet het trouwens ook helemaal te gek op gitaar. Ik heb hem ook zo eentje gehad op gitaar. Ja. Te gek. Ja. Dan dat, daarna zat die, even kijken. Daarna heb ik deze, die solid gold effects, beta. Overdrive, dat klinkt mooi. Dat gebruik ik bij Dr. Jordan, want er is zo'n de B, het nummer. Er zit op een gegeven moment op de plaat is een bastromboon. En dat ik probeer daar in de buurt te komen met een overdrive en soms met die met die octaafpedaal. Dus ik doe mijn best om een was zo'n band na te doen. Ja. Ja, en dan het envelope filter had je dan? Ja, de envelope filter, dat gebruik ik niet vaak, maar wel soms bij die live dingen met Dr. Jordan, dan doen we vaak een improvisatiestuk of zo. En dan, dat vind ik wel leuk om af en toe te gebruiken. En met deze, wat ik leuk aan deze pedaal vind, is dat die hij kan ook omlaag, naar beneden, zeg maar. Zodat die filter die gaat ook naar beneden in plaats van omhoog. Heel vaak bij die envelope filters gaat hij omhoog. Klinkt hij zo. Maar met deze kan je hem omlaag doen, dat vind ik... Laten we hem even overnieuw doen. Oh, doen? Doen we even vanaf de envelope filter overnieuw, okay, want hij komt hier nu heel hard binnen. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, dat is inderdaad, soms is deze wel... Doe nog eens. Oké, okay, doen we even vanaf het envelope filter. Oké. Okay. En dan heb je daar nog een envelope filter. Ja, dat is die EBS Bass IQ. En dat gebruik ik niet zo vaak, maar wel als we
bij de Dr. Journal, als we live spelen, doen we vaak een stuk improvisatie. En af en toe past dat wel mooi tussen. En ik vind deze heel mooi, omdat die envelop, die gaat naar beneden. En dat vind ik wel mooi, want het doet, als ik dat speel, dan... Ja, ik moet denken aan een oude jaren 70 Moog synth of zo. Ja, ja, ja. Dat vond ik zo mooi met deze, ja. 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 En je kan hem ook omhoog laten gaan. Ja, ik kan ook omhoog, maar dan heb je dan dit. Gaat hij omhoog. Ja, een beetje zo'n wah-effect. Dat is een wah-effect, ja. En dan had je daarna nog... Ja, dan heb ik dit preamp. Ja. En dat gebruik ik best wel vaak. Ja, dit is zonder. Dus ja, hij geeft wat volume. En je kan een beetje met de toon spelen. Ja, dat is heel simpel pedaal. Ja. Ja. Als je contrabas speelt, gaat dat dan ook door dit hele rek heen? Nee. Als ik contrabas speel, dan ga ik gelijk in de versterker. Ga je direct erin? Ja. Oké, dit was het voor wat betreft dit interview voor de Stagecoach Sessions met de bassist van de Dr. Jordan Institute, Sean Fasciani. Dankjewel. Graag gedaan. De live video's en interviews kun je terugvinden in de Music Maker interface, slagwerkkrant, bassist en gitarist en de bijbehorende websites en social media. Dankjewel, Sean. Graag gedaan.